De komende tijd maak ik vlogs voor het KFPS. Dat had je misschien al meegekregen. In de vorige vlog was ik bij Tjalling de Boer van Stal van de Kadiek. Daar heeft Teun gedekt en hebben we gezien hoe dat in zijn werk gaat. In deze vlog zijn we bij Stal Chardon en laat Jelmer ons zien wat de vervolgstappen zijn en wat er dan met het sperma gebeurt. Veel kijkplezier! Goedemorgen, Jelmer Chardon, 35 jaar. Ik heb samen met mevrouw paardenstal voor vieze paarden, dekhengsten, keurig klaarmaken. Op het moment hebben wij Jurre, IJssen, Bastiaan staan. Die hebben wij voor 2021 hebben wij die de dekking staan. We proberen een hoop merries mee te dekken en mooie beulens te krijgen. We hebben het sperma van Jurre gevangen. Het sperma komt hier in het opvangbakje uit. Wordt warm gehouden omdat je niet wil dat er te veel temperatuurverschil zit. Hierin wordt het gevangen. Denk erom dat je het niet laat vallen, want dan heb je niks. Zachtjes losdraaien, probeer alles sperma mee te krijgen. Vies het sperma in, pakken we uit de stoof weer 37 graden, omdat je geen te groot temperatuurverschil hebt. Pakken we meetglas, gaascompress, die leggen we er bovenop. Doen we zachtjes, zonder dat het te hard valt, doen we het door de gaascompress heen filteren, zodat de vuiligheid in het gaascompressje blijft zitten en het schone sperma netjes naar beneden valt. Zodat we zoveel mogelijk sperma kunnen verwerken en in de merrie kunnen insemineren. Nou zit het hierin, dit is ongeveer 20 milliliter. Wat heel belangrijk is, is dat je er nou verdunner bij gaat doen. Waar gebruik je de verdunner voor? We noemen het verdunner, maar eigenlijk is het voeding voor het sperma. Het houdt het sperma langer in leven onder normale omstandigheden. De verdunner hebben we ook weer op 37 graden in de stoof. We doen 1/3 verdunner en 2/3 sperma. Dit heeft dus dezelfde temperatuur, zodat het sperma niet schrikt en daardoor beter in leven blijft. Ook weer via de zijkant zachtjes erin gieten. Dan hebben we 30 cc. We doen het in buisjes van 15 cc. Ook weer in de stoof. En dan kom je op 2 buisjes uit. Dat is makkelijker om te verwerken. En dan hou je ook geen sperma over. En hoeveel merries kan je hiermee insemineren? Nou, dat hangt af van de kwaliteit van het sperma. Jurre heeft fantastisch sperma. Ik denk dat je hier wel 10, 12 merries mee kan insemineren. Okay. Maar dat is echt per hengst verschillend. En de een heeft gewoon meer sperma in zijn meer kwaliteit sperma dan de andere hengst. Voor alle hengsten hebben we een dop. Jurre is de kleur wit. IJssen is de kleur blauw. En Bastiaan is de kleur geel. Dus pak nou een witte dop, dan weten we altijd als we een witte dop hebben dat het sperma is van Jurre. Want als je natuurlijk meerdere hengsten op een dag laat springen, dan hier staat het niet meer op welke hengst het is. Dus dan moet je goed in de gaten houden dat je natuurlijk wel een buisje van Jurre, ook een sperma van Jurre erin wil hebben. Heb je je wel eens vergist? Nee, nooit. Twee buisjes van Jurre, die doen we in de centrifuge, 20 minuten lang in de ronde slingeren. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de spermacel, hij gaat zo in de ronde, heel hard. Gaat het sperma slaan naar onderen. En al dat andere, dat laat ik straks zien, is allemaal afvalstoffen. Dat halen we erbij weg, zodat echt alleen het sperma overblijft. Dit is een centrifuge, 2 buisjes. Heel belangrijk is dat de centrifuge in evenwicht is. Dit gaat dus 20 minuten lang in de ronde, onder zoveel krachten, dat echt het sperma eronder wordt geslagen. Kijk, je moet het zo zien, dan gaat hij draaien. Heel hard. Knopje drukken. En nu is het tijd voor koffie. Koffie op, weer aan het werk. Centrifuge is klaar. Voorzichtig eruit halen. Ik heb 2 buisjes. Als je het nou heel hard gaat schudden, dan gaat het sperma er weer doorheen. Als je goed kan kijken, is de onderkant, zie je, is zwart.
donker. Het sperma zit hier onderin. En dit is allemaal afvalstof. Het volgende van is als je twee buisjes hebt. Dus als je wel een laat vallen, er altijd nog een hebt. Dop eraf. Dit is een pipetteermachine. Indrukken. En doe je heel zachtjes. Hey. Doe je het overige vloeistof. Even kijken. Dan doe je zachtjes afzuigen. Dat doe je niet te hard doen. Want je wil niet te veel spermacellen er weer uit zuigen. Probeer zoveel mogelijk eruit te halen. Dan blijf ik even hier. Want in afvalstoffen heb je het liefst niet. Hou je dit palet hou je over. Hier heb je verdunner. De verdunner is nu op dezelfde temperatuur samen geleidelijk afgekoeld naar kamertemperatuur. Doe je er een klein beetje bijgieten, zodat het gelijk alweer voeding heeft. Dan ga je het onderste palet ga je zachtjes los maken, zodat het sperma weer gaat zwemmen in de voeding. Dan vermeng je het eigenlijk met de verdunner weer. Klopt helemaal. Het is heel geconcentreerd. Je zal wel denken dat het niet zoveel is, maar het is enorm wat de sperma hier nou inzwemt. Met twee buisjes vul ik ze beide af met verdunner, zodat ze alle ruimte hebben om te zwemmen. De witte dop er weer op. De witte dop was voor jullie. Nou heeft het de kans om door de hele buis heen te zwemmen en optimale voeding te krijgen. Nou leg hem op de rollenbank in de koelkast. Leg al twee buisjes van ijzer. Deze leg ik op de rollenbank. Die houdt het sperma in beweging 24 uur lang. Beste omstandigheden voor het sperma. Jelmer, bedankt voor je medewerking. En ik hoop dat je het interessant vond om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval wel. En tot in de volgende vlog.